Ruim 1400 vliegbewegingen zijn er op de drukste dag van het jaar. Het is aan de luchtverkeersleiding om dat in goede banen te leiden. Eigenlijk de piekmomenten zijn nog wel hetzelfde qua drukte. Alleen je merkt dat als zo'n piek normaal gesproken afgelopen is, dat het wat langer duurt, dat die langer doorgaat. En ja, op het vliegveld zelf komt op een gegeven moment het aantal opstelplaatsen. Dus de gates die komen helemaal vol te staan. Dus wij merken dat alle plekjes om mensen uit te laten stappen tot die vol zijn. Dat we eigenlijk al gedwongen zijn om weer een vertrekkende piek te laten beginnen. Om dus de mensen weer weg te laten gaan, de vliegtuig te laten starten. En dat bijt in elkaar staat. Dus de binnenkomende vliegtuigen zijn nog niet allemaal binnen. Of de vertrekkers moeten alweer gaan om dus ruimte te maken voor de nieuwe klanten. De onvoorspelbare Nederlandse zomer kan aardig roet in het eten gooien. We merken het de laatste paar dagen ook. Er zijn heftige buien in de buurt van Schiphol. Ja, en dat zorgt ervoor dat vliegtuigen ook vanwege de wind en vanwege de neerslag de eindnader niet aan kunnen vangen. Ergens moeten wachten. Andersom dat wij vliegtuigen die vertrekken willen geen vertrekklading kunnen geven. Want die zeggen nee, vanwege die bui wachten wij nog eventjes. Dus het weer is een vervelende variabele op dat soort moment. Is het een blauwe hemel de hele dag? Nou, doen we ons niet klagen, dan gaat het geruisloos. De verkeersleiding zet geen extra mensen in. Maar voor de mensen die dienst hebben, is het wel een bijzondere dag. Wij zijn altijd voorbereid op maximale capaciteit. Dus kijk, de pieken, dus de drukste momenten blijven net zo druk als altijd. Alleen duren ietsje langer. En je merkt wel als verkeersleider dat je, ja, die tijd gaat heel snel. Want je bent zo intensief bezig. En voordat je het weet heb je weer pauze. En ben je anderhalf uur verder. Dus de drukke momenten zijn wel zodanig heftig dat de klok gaat die vliegt voorbij.